Dag lieve mensen, kijkers, dames en heren. Ik blijf jullie expres dames en heren noemen, want ik hou mij niet aan SDG 5, gendergelijkheid. De kraamverzorgster weet beter dan een genderwetenschapper of je een jongetje of een meisje bent. Ze keek slechts even naar je broekje en dan waren we er al. Daarmee wil ik dus ook mijn tip voor deze nieuwe tijd, deze rare tijd. Ik noem me ook interessante tijden. Zo heet mijn eigen weblog ook, dat ik 5 jaar geleden ben gestart. Wat ik jullie wil aanraden. Gewoon gezond, Fries boerenverstand als wapen in deze tijd. Want daarmee kun je al de meeste rare zaken die je nu tegenkomt, van klimaatactie tot gendergekte, kun je alweer spreken. Omdat ze gewoon evident onwaar zijn. En wanneer je gewoon maar logisch redeneert en gewoon met je voeten in de klei staat, als een boerenhollander en als een boerenfries, dan kun je dat al gewoon demonteren. Het zien van de noodzaak van een vorm van verzet is prachtig. Maar wat hoor je dan vervolgens steeds? Ja, de nieuwe tijd die gaat komen. De nieuwe maatschappij. Maar voordat je het weet, stap je dan in een val. Wat is die val? Daar wil ik jullie vandaag even iets over uitleggen. Omdat die val eigenlijk is dat je dezelfde ideologie gaat volgen die ten eerste de basis al is van de agenda van de Verenigde Naties die over ons wordt uitgerold. Een combinatie van theosofie en allerlei vrijmetselarijachtige wazigheid. Die onder andere te vinden is in het Aardemanifest. Wat is het Aardemanifest? In het Vredespaleis in het jaar 2000... werd in het bijzijn van koningin Beatrix en Ruud Lubbers. Hè. Ruud Lubbers had ook een beetje van die esoterische trekjes met het Groene Kruis, waar dan ook Gorbatsjov zat, hè, met die wereldkaartvlek op zijn hoofd. Die zaten allemaal in de groene esoterische hoek. Die hebben het dan ook over groeiend planetair bewustzijn. Hè. En bij dat groeiende planetair bewustzijn, wat ook weer een beetje uit de vredesbeweging komt, van als wij alle nazistaten maar opheffen en wij gaan toe naar een soort global governance, hè, wat ook wel de New World Order werd genoemd, maar wat nu misschien beter de New World Order, hè, dus New World Order 2.0 wordt genoemd. Dus haal je alle identiteit van mensen maar weg, haal je alle nazistaten en grenzen maar weg en je komt tot een soort verlicht wereldbestuur die zich houdt aan het aardemanifest met 17 doelen waarin aarde, dus de planeet, wordt als een persoon aangesproken met hoofdletter. Nou, dat klinkt toch verdacht veel als moeder aarde. Wat vinden wij ook bij die zogenaamde nieuwe tijd aanhangers die ook binnen de vrijheidsbeweging willen opduiken? Ook moeder aarde en Gaia komt daar ook weer in op. Zien we al overeenkomst 1. Hé, verrek. Jullie ideologie verschilt niet eens zo vreselijk veel. Hè? Een ander iets is dus de bron is te vinden in de theosofie. De theosofie is ontstaan in de jaren 70 van de 19e eeuw. Was een medium, Madame Blavatsky. En die had een of andere geest, Master Moria. Die fluisterde haar in hoe eigenlijk het hele wereldbewegen zich zou ontwikkelen. Een hele apocalyptische tijd was het ook. Een tijd van seances en spiritisme. Een heel mooi werk wat erover is geschreven is door de politiek filosoof John Gray. Het Onsterfelijkheidscomité. Want uiteindelijk ontstonden er allerlei occulte orders, van de Golden Dawn tot ook het communisme had hele sterke, en bolsjewisme had hele sterke occulte trekken. Hè? En daar gaat hij ook over in. Die deden ook allerlei spiritistisch onderzoek. En daarom verloren ze bijvoorbeeld ook Lenin in. Hè? Want zij dachten met hun vorm van magie, verder door ontwikkelen van wetenschap, zou het mogelijk zijn om ook weer de doden tot leven te wekken. Hier zien we alweer een parallel met het huidige transhumanisme. Daar zitten we nu in. De genderideologie is ook weer gelieerd aan het transhumanisme. Als er geen man en vrouw meer ontstaat, oftewel, je schaft het traditionele concept mens af. Die vreselijke mens die altijd maar oorlogen maakte en maar ruzie, zodat het de puinhoop werd waar die vredesbeweging juist af wilde. Nou, dus met een verlicht wereldbestuur, en dat is eigenlijk uiteindelijk ook wat de communisten wilden, ten koste van miljoenen slachtoffers. Wat deden de communisten immers ook? Die husselden allerlei bevolkingsgroepen door elkaar. Want ja, zodra je een hechte volksgemeenschap hebt, daar kun je veel minder makkelijk een vrij totalitair en technocratisch bestuur aan opleggen. Dus wat deden die verlichte bestuurders binnen het communisme? Die trokken dat ook uit elkaar.
de term voor dat verlichte wereldbestuur daarin geloven. En dat je ook met computermodellen, die zijn de moderne steen der wijzen als het ware, waarin je de toekomst in je greep kunt hebben. Je ziet dat ook binnen die klimaatbeweging, hè, en binnen die globalistenbeweging van global governance, met hun planetair bewustzijn en planetary consciousness, hè, wat naar een planetair bestuur zou moeten gaan. Daar zie je gewoon heel duidelijk dat men greep op die toekomst wil hebben, een toekomstobsessie. Denk ook aan die klimaatmodellen van de Verenigde Naties. Denk aan de computermodellen van de Club van Rome. Die voorspelden dat de aarde ineens zou storten rond het jaar 2030. Er zit een hele sterke mystieke grondslag in. Die is uiteindelijk dus te herleiden tot het begin van de theosofie. Blavatsky. En wie was haar pupil? Alice Bailey. Nu begint het interessant te worden. Want Alice Bailey, die reisde ook al naar India, wat 20 jaar eerder dan de Beatles dat deden. En die heeft dus uiteindelijk de New Age ontwikkeld. Dit was degene die als eerste schreef over de New Age. En daaruit is later dat hele amalgaam van geëxperimenteer met Oosterse leefwijzen, Oosterse denkbeelden, meer nadruk op voelen dan op rationeel nadenken. Heel erg met jezelf bezig zijn en dat wat esoterisch uitleggen. He, zodat de gemiddelde advies in een vrouwenblad is: kies voor jezelf. He, maar terwijl je vanuit traditioneel westers denken, wat gebaseerd is op het christendom en op de klassieke filosofie, zou daar ook nog een ander alternatief zijn. Van nou, kies niet alleen maar voor jezelf, of geloof in jezelf, of God in jezelf zelfs. Zou je eerder kritisch naar jezelf kijken. Dat is wat binnen het christendom heet dat zondebesef. Van ja, schaaf eerst maar eens aan jezelf voordat je de wereld gaat verbeteren. Moderne equivalenten van het klassieke westerse denken vinden we nu gelukkig ook weer terug. Bijvoorbeeld een Jordan Peterson is een toonaangevende westerse boegbeeld in dat zin. Dus die combineert verhalen uit de Bijbel met klassieke filosofie en wetenschap en komt dan tot rationele analyses. Dus in plaats van dat je gaat winkelen in het Oosten en allerlei vage esoterische toestand uit de New Age haalt, hebben we gewoon een eigen traditie, eigen denktradities. Kennis van de eigen historie kan daar helpen. Heb ik ook gedaan vanuit Fries boerenverstand en Friese traditie en cultuur. Weer terugkomen dat je eigenlijk weer beseft waar je vandaan komt. Zodat je ook weer sterker staat wanneer er een totalitair bestuur, zoals tijdens de coronatijd, op je afkomt. Weten waar je vandaan komt. Bij wie hoor je? Hè? Welke waarden baseer je op? Als je dat helder voor ogen hebt, kun je veel beter ook weerstand bieden aan de tendensen van deze tijd. Nu komt de grap. Alice Bailey is weer het idool van de Lucis Trust. De Lucis Trust is dus een theosofische club en die is geleerd aan de Verenigde Naties. De Lucis Trust had eerst een uitgeverij, dat heet ook de Lucifer Publishing Company. Lucifer is binnen de vrijmetselarij en de theosofie eigenlijk een is niet zoals binnen het christendom de Satan, dus eigenlijk het kwaad, maar eigenlijk de goede, de rebel. He, dus iemand die het godenvuur bij de mensen brengt. Theosofische magazine had vroeger ook zo'n Lucifer de lichtbrenger met zo'n toortje op de voorkant van hun magazine staan. Die lijkt ook verdacht veel op het vrijheidsbeeld in New York staat. Ook de linkse actiebijbel van Saul Alinsky, Rules for Radicals, uit 1971, is ook opgedragen aan Lucifer. En wat zien we nou ook wel? Ook binnen de vrijheidsbeweging zijn er wel mensen die oog hebben voor de kwade kanten van het satanisme, tot hele vage rituelen aan toe. Maar wat men tegelijk niet wil zien, is dat dat voortkomt uit diezelfde bron van spiritisme, New Age en waar ook de Beatles in meegingen, die weer terug te leiden is tot de theosofie. Nog steeds zit het hoofdkwartier van het Theosofisch Genootschap in Den Haag. En het kan ook geen toeval zijn dat het Earth Charter, wat omgord is met allerlei wollige esoterie, in het Vredespaleis in Den Haag in 2000 is uitgesproken. En bovendien in 2018 juridische tanden heeft gekregen. Dus, lieve vrijheidsgezinde mensen, ik wil dat hier toch een beetje bij afronden. In plaats van je te storten in New Age, want dan stort je uiteindelijk in dezelfde wollige identiteitsoplossende ideologie van de New Age. Want dat is uiteindelijk wat het doet. Het westerse beeld van de mens is niet dat jij inwisselbaar bent en je moet oplossen in het Maya, in het niets. Nee, je bent wie jij bent en je kunt jezelf ook op rationele wijze op orde krijgen door kritisch naar jezelf te kijken.
In plaats van dat je denkt van ja, ik ben God in mezelf. En de aarde is een soort godheid die je met aarde aanspreekt, of met een hoofdletter aanspreekt. Dus op het moment dat je denkt goed te doen, hè, ik denk dat de meeste mensen ook totaal niet bewust zijn dat ze dat doen, kun je dus in de valkuil stappen dat je eigenlijk de esoterische filosofie van de tegenpartij eigenlijk een beetje omarmt. De mensen die voor planetair bewustzijn gaan, voor global governance, die willen dat nazistaten oplossen. Dat mensen niet meer mens zijn. Hè? De afschaffing van de mens, waar C.S. Lewis, een christelijk auteur trouwens, al in 1943 over schreef. Hij heeft perfect feilloos beschreven hoe de moderne mens in dit jaar zou zijn. Ja, ik krijg er gewoon kippenvel van hoe, als ik denk hoe hij dat toen al voorzag. Winkel dus niet in allerlei vage tradities. Wij hebben in het Westen zo'n rijke denktraditie en belevingstraditie waarmee wij weer die geestelijke gezondheid kunnen heroveren die in deze soms krankzinnige en apocalyptische tijden verloren lijkt te gaan. Dus dat wilde ik graag meegeven, want ik hoop natuurlijk ook dat er een gezonde en vitale tegenbeweging komt bij doorgeschoven globalisering. Dank jullie voor je aandacht.